Theo Tillemans, ja, je wordt al gefeliciteerd volgens mij door je ploeggenoten. Kijk, gefeliciteerd. Neem je mens zo. Ja, je paar keer had je ze aardig uitgehaald. Ja, dankjewel. Het was een wedstrijd die heen en weer kan gaan. En, als dan Lucie die 1-0 maakt, of 0-1 moet ik zeggen, ja, dat is top. En dan houden we goed stand met z'n allen. Nou ja, en het is lekker dat je zelf ook daar een bijdrage aan hebt. Ja, ja, want deze wedstrijd had volgens mij ook in iets van 5-5 kunnen eindigen of zo. Ja, dat idee had ik ook. Hè? En op een gegeven moment, ja, je wilt niet weten hoe het voelt als je met z'n allen dan toch over de streep weet te trekken. En daar doe je het voor de hele week. Zijn we daar met z'n allen keihard voor bezig. En dit is gewoon geweldig voor de club ook. De Helmondsport stond toch een puntje achter ons. Dus je moet zorgen dat je hier wint. Dan hou je gewoon aansluiting met de play-offs. Want daar moeten we ons nu gewoon op richten. Je staat nu voorlopig achtste. Ja, klopt. Dus dat moeten wij gewoon, die lijn moeten we gewoon doortrekken. Neem mij eens even mee. Op een gegeven moment sta je dan met 10 man. En dan van met die Sequeira, die schiet dan zeg maar zo'n afvallende bal. Wat denk jij op dat moment? Lekker boys, lekker boys. Leon Tol loopt voorbij. Nee, goed. Ja, welk moment bedoelde je van? Ja, dat moment dat Sequeira bijna nog inschiet. Dat je voor mijn elbow schiet. En dan die raadje red jij. En daarna dacht ik van, ik telde hem al. Ja goed, ik denk volle bak en ja, dat eerste schot, nou ja, of eerst was het een hoge bal trouwens en nou, toen snel terug. Ja, die kon ik pakken en naar die andere kon ik ook goed bij. Ja, dan weet je gewoon van ja, deze vorm moet je gewoon vasthouden en dan is het super dat we met z'n allen gewoon het over de streep trekken. En, komt er nou op bij een keeper op het moment dat je als je 3-4 toch wel aardige reddingen hebt, dat je van nou, vandaag komen ze er niet langs? Ja, tuurlijk. Je groeit wel in de wedstrijd. En dus op een gegeven moment de eerste helft ook, volgens mij was dat Kenny Thijssen, volgens mij. Die staat 3 meter van me af. Ja, een soort hockeykeeper bij een strafcorner leek het wel. Ja, hockey, dan moet je ook altijd paraat zijn op ballen dichtbij. En ja, nu ook. Ik denk, gooi vol mijn lichaam ervoor. En ja, dan lig je gewoon goed. En dat gevoel is gewoon lekker. En dan groei je in de wedstrijd. En, als je dan gewoon op, zoals ik zeg, Lucinho maakt die bal goed af. Ga je duidelijk voorbij zonder tulband trouwens, zie ik. Tulband, ja, dat hadden we vandaag ook een paar keer. Hè. Dus ja, we strijden met z'n allen keihard ervoor. En nou, super dat je nu ook weer de nul eens een keer houdt. Hè, want dat is ook 4 maanden geleden. 4 maanden? Ja, Achilles uit. Maar daar let jij op. Nou ja, gewoon dat is gewoon lekker. Bij Veendam ja, had ik dat vaker. En, maar nu is dat gewoon ook lekker voor de keeper. Hè? Maar het belangrijkste is altijd de 3 punten. En nou goed, dat is gewoon lekker dat je die nu mee kunt nemen. Het verschil met Veendam is dat niet meer bestaat. Ook dat niet meer, nee, helaas. Nee.